Mevrouw, ook dit jaar geen kerstmarkt. Nee, kut hè? Dat is nou toch jammer. Ja toch? Vorig jaar ook al niet? Nou, dan maar weer hopen op volgend jaar. Ja, dat waren bijzondere omstandigheden. En dit jaar is het ook weer nog meer bijzonder, zeg maar. Dus ja, dat is het dan. Ik weet niet of we dit jaar afgelast moeten noemen. Hij kan niet doorgaan. En dat heeft te maken met omstandigheden. Want voor het tweede jaar op rij is het dit jaar geen kerstmarkt. Vorig jaar kwam dit nog door de slechte weersomstandigheden. Maar dit jaar natuurlijk door het coronavirus. Dat vinden we ontzettend vervelend. Zeker ook na vorig jaar. Tegelijkertijd, dit is niet het eerste evenement ding wat niet doorgaat door corona. En het zal ook niet het laatste zijn. En als je er heel serieus naar kijkt en je gaat ervan uit dat de situatie ongeveer hetzelfde is in december als nu, dan weet je dat bij het aantal mensen wat wij krijgen bij de kerstmarkt in Dordrecht, en daar zijn we elk jaar heel erg blij mee, die zijn ook belangrijk voor de levendigheid en voor de horeca en voor de winkels, maar dat het niet onmogelijk is, dat het niet mogelijk is om met dat soort aantallen mensen ook die anderhalve meter in acht te nemen. Dus als het al kan, en dat is zeer de vraag, hè, de vraag is of je op dit moment een vergunning krijgt voor de kerstmarkt, dan krijg je een gemankeerde kerstmarkt en dat vinden we geen goed idee. De voorbereidingen voor de kerstmarkt en vergelijkbare grote evenementen beginnen al vroeg. Dus je kunt niet ergens half oktober zeggen, nou weet je wat, dan gaan we nou eens even kijken of het kan en dan gaan we alsnog organiseren. En zoals de stand van zaken nu is, hebben wij samen met de gemeente geconstateerd, is het niet mogelijk op een verantwoorde manier die kerstmarkt te organiseren. Ja, jammer. Ja? Heel jammer. Ik las het vanmorgen in de krant. Ging u er altijd naartoe ook? Ja, vrijdags en zaterdags. Zondags niet, want dan vond ik het te druk. Ja. Een flinke domper dus voor de Dordtse economie. En om de verliezen toch enigszins te beperken en Dordrecht in gepaste kerstsferen te krijgen dit jaar, is het team achter de kerstmarkt druk bezig met alternatieven. Het wordt anders, maar het is ook wel weer een uitdaging. En we gaan natuurlijk met elkaar proberen om die andere invulling dan toch onder omstandigheden zoveel mogelijk te maken. Het idee waar we nu mee werken is, en het is een werktitel, maar soms worden de werktitels ook de echte titels, de Dordtse decemberweken. Waarbij we 3 of 4 weekenden achter elkaar in blokken van 4 dagen extra dingen willen gaan doen. In nauwe samenwerking met de gemeente, horeca, ondernemers. Gaat het volgend jaar nog wel gebeuren dan, denkt u? Ik hoop het. Ik hoop het in ieder geval voor de stad en voor de ondernemers die daar toch wel groot nadeel van ondervinden op dit moment. Ja, en de stad uiteraard ook. Het heeft ook wat met de image te maken natuurlijk. Ja.